weer aan het eten en dit ruikt. Ja. Dit is het einde. Dit is het. Volgens mij draait alles hier op Curaçao. Vis is ook een heel belangrijk element in de keuken. Je kan sushi eten. 2-3 jaar geleden zei een vriend van mij, ja, kom, we gaan sushi eten. Ja, sushi op Curaçao, ben je gek. Dat doe ik wel in Japan of zo. Ja. Ik ben verslaafd. Elke keer als ik naar Curaçao kom, moet ik één keertje hier eten. We zitten hier bij Craving. En dit is een van de beste sushi plekken op Curaçao. Want de chef die gaat zelf de vis vers halen. Hij heeft gewoon eigen boot. Gewoon helemaal local. Local food. Wauw. Fijn, hè? Ik had eigenlijk iets heel anders verwacht. Met local. Nou, ik merk het al. De modder vet aan het eind van deze, van deze reis. Heel leuk, hè? Mm-hmm. Het is gewoon een Curaçao killing sushi. Ik zit zo vol. Ik moet er gewoon twee nemen. Overal wordt er gegrild. De zon kapst op mijn uit. Het is gewoon barbecue. Vandaag is kip. Hij komt. Mijn zoon, ik deed het altijd vroeger. Maar je weet, je moet het overdragen toch? Hè? Dus momenteel is hij de barbecue chef van de familie geworden. Niks lekkerder dan mama's eten. Er wordt heel veel kip gegeten. Kip van de grill. Gebakken banaan. Wat wil je nog meer? In Willywood, Willy Brothers, is één snack. Ze hebben iets heel bijzonders alleen op Curaçao. De geitenburger. In the middle of nowhere. Een snack, zoals het heet. Live muziek. En fantastisch eten. Je hebt het allemaal hier. Alleen je moet het weten, je moet het gewoon even opzoeken en een beetje moeite voor doen. Nee. Er is één woord, en dat is douchi. En dat heeft tientallen betekenissen. Hoop lekker. Dat is wel lekker zeg, douchi joh. Oh, modder voor de eer. Dat zei je altijd, 2 dagen.